DNO Doen is een organisatie voor de begeleiding en opvang van dak- en thuislozen in de Kop van Noord-Holland, in West-Friesland en Noord-Kennemerland. Wat we er vooral van geleerd hebben is dat er een hele hoop serviceclubs, kerken, burgers, bedrijven geïnteresseerd zijn als wij ze benaderen vanuit waar wij mee bezig zijn, dat zij geïnteresseerd zijn om met ons samen te werken om er een succes van te maken. En dat was voor ons nieuw. Wij hebben ervan geleerd dat eigenlijk het ouderwetse idee van dat je een opdrachtgever hebt die jou geld geeft en dat jij de opdrachtnemer bent, dat wij ons anders op moeten stellen. Dat wij ons meer op gaan stellen als een sociaal ondernemer. Ja, wij hebben verleden advies betrokken bij dit hele project, omdat het voor ons volslagen nieuw was om met fondsenwerving bezig te zijn. En wat Veleda ons heeft geleerd is niet zozeer dat wij moesten fondsen werven, maar dat wij een netwerk, relatiebeheer moesten gaan doen. Dat wij eigenlijk de hele structuur van hoe je zoiets aanpakt en hoe je jezelf neerzet als een sociaal ondernemer in plaats van een opdrachtnemer van een opdrachtgever, dat wij dat sociaal ondernemerschap in kaart zijn gaan brengen, zijn gaan uitvoeren en heel gestructureerd zo hebben neergezet. Mijn vonk voor dit werk is dat ik het ongelooflijk boeiend vind hoe mensen op verschillende manieren aan de grond kunnen raken en vervolgens toch weer weten op te krabbelen. Er is altijd weer een manier om op te krabbelen en om iets van je leven te maken. En dat is een heel boeiend proces.